Hij deed zijn schoenen en zijn broek uit. Dat was de eerste keer dat ik een piemel in het echt van zo dichtbij zag. Hij leek zo groot, dat zou nooit passen. Hij kwam dichterbij en drukte zijn piemel bij mij naar binnen. Ik voelde het steken en het deed pijn. Still smoking, didn't know.